Vorige video hebben we gekeken wat een volgbieding inhoudt. Laten we nu eens even kijken hoe dat uitpakt als we een aantal volledige spellen bekijken. Laten we eens kijken naar het eerste spel. In dit spel is Noord dealer. En we tellen de punten van Noord. Oké, dat zijn er 6, 18, 13 punten. Nou, als we ons stappenplannetje volgen, vanaf 13 punten gaan we openen. Dus we gaan zeker een bod doen. Tussen 15 en 17 met een evenwichtige hand. En dit is een evenwichtige hand, hè? Hoogstens 1, 2 kaart. Dan zouden we 1 sans openen, maar we hebben te weinig voor een sans opening. Dus we beginnen met een kleur. En de volgende stap is dan, heeft u een langste kleur? Nou, die hebben we. Dus Noord begint met 1 ruiter. Oost. Oké, dat is een mooie hand. Hè? Dus hopelijk krijgt u al zoiets als u gaat volgen, dat u denkt, joh, wat heb ik een mooie hand. En dus ik heb een prachtige klaverkleur en ik denk meteen, nou, die wil ik vertellen aan mijn partner. Laten we even checken of het allemaal klopt volgens de regeltjes. Dus, heb ik een 5 kaart of langer? Ja, heb ik. Ik heb zelfs een 6 kaart. Is dit kwaliteit? Dus zit in die lange kleur, zitten daar mooie honneurs. Nou, ik heb schok klaverheer en klaverenvrouw. Dus check. Dan moet ik alleen nog even de punten controleren. Na 1 ruiter kunnen we alleen maar op 2 niveau volgen met onze klaveren. Dus ik moet 10 tot 15 punten hebben. Nou, ik heb er 10, dus dat kan. Dus ik vertel tegen partner West, partner, ik ben trots op mijn klaveren. Mocht u nog ooit mogen starten, dan kunt u dat rustig met klaveren doen, want ik heb er hele mooie kaarten in. Oké, dan komt Zuid. En Zuid heeft 6 punten. Tja, en nou ziet u meteen hoe vervelend zo'n volkbieding is. Want dat is ook eigenlijk een van de redenen waarom we het graag doen. We laten die tegenpartij van ons, dus in dit geval Noord-Zuid, niet zomaar ongestoord babbelen. Ja, dus normaal gesproken, als Oost niet geboden had, dan zou Zuid nu 1 schoppen hebben geboden. Partner, ik heb een 4 kaart schoppen. Jammer genoeg kan dat nu niet meer, want na 2 klaveren kan 1 schoppen niet. Dat mag weer niet. Betekent dat we moeten kijken of we iets anders kunnen bedenken. Nou, gelukkig heeft Zuid een 4 kaart ruiten, dus hij kan de kleur van partner steunen. We doen het niet graag, hè, want u weet, ik speel niet graag een lage kleur. Maar ik heb geen andere optie. Ik kan ook geen 1 sans bieden, want ik heb geen opvang in klaveren. 2 schoppen is echt te gek voor woorden. Dus van pure ellende, 2 ruiten. Partner, ik heb 6 tot 9 punten en ik heb 4 of meer ruiters mee. Doe het niet graag, maar het is het beste wat ik kan bedenken. Nou, dan komt West. En West heeft 11 punten. En nu ziet u nog een tweede voordeel van het volgen. West weet nu dat Ooster minstens een 5 kaart klaver heeft. Van kwaliteit. Nou, West heeft zelf klaveren aas. Dus hij weet wel dat de klaveren die Oost en West samen hebben, dat die heel mooi zijn. Ze hebben ook een fit in de klaveren. Want we hebben 8 klaveren samen, minstens. Hè? West heeft er minstens, heeft er 3. Oost heeft er minstens 5, dus dat zijn 8 klaveren samen. Oké, dit is een staaltje van competitief bieden. We geven het niet zomaar gewonnen. Wij gaan de strijd aan en we bieden nog 3 klaveren. En dus nu bieden we puur om mijn partner te steunen en te zeggen, partner, 3 klaveren denk ik dat jij ook nog wel maakt. Tja, dan is Noord weer. Wat moet Noord nu weer? Die heeft die 13 punten. Moet hij nou nog 3 ruiten bieden? Ja of nee? We weten het niet, hè? Dat is het leuke aan dit biedverloop. Een beetje agressieve Noord, en dan bedoel ik agressief en bieden natuurlijk, hè? Verder niks. Een beetje, ja, die biedt nog 3 ruiten. Maar misschien gaat dat wel helemaal down. Dus we weten het gewoon niet. En dat maakt het in dit spel heel erg moeilijk om te weten wat wel
of niet goed is om te bieden. Nou, laten we eens een paar scenario's aflopen. Dus stel je voor dat Oost-West drie klaveren mogen spelen. Dus drie klaveren door West. Hoe gaat dat aflopen? Nou, als we kijken, dan zien we dat Oost één ruitenverliezer heeft. Dus dat is één. Die klaveren die zitten wel snor, hè? Daar praten we even niet over. Geen klaverenverliezers. Harten. Ja, dat is een beetje een vervelende kaart. Dus dat zijn waarschijnlijk twee verliezers. En schoppen, één verliezer. Hè? Want ik heb maar kleine schoppen tegenover de aas. De andere schoppen geef ik af. Dus u ziet, drie klaveren gaan we waarschijnlijk wel maken. Contract. Wat levert ons dat op? Even een herhaling van een van de eerste lessen van onze cursus. Dus 50 voor het maken van het contract. Plus 3 plus 0 is 3 maal 20 voor de slagen die we maken. Dus dat is 110. Dus wij halen 110. Ik ga even de tekst wat weggooien, zodat we weer wat frisse sheet hebben. Oké, het alternatief is dat Noord-Zuid drie ruiten gaan spelen. Dus drie ruiten door Noord. Nou, eens even kijken voor de Noordhand. Nou, als we beginnen met de ruiten, dan gaan we die eentje afgeven. We hebben hem helemaal dicht op ruiten A's na. Klaveren gaan we twee afgeven. Oké, dat is er niks aan te doen, want ik geef gewoon klaveren A's en klaveren heer af. Harten. Nou, we zien dat harten heer bij West zit, dus harten gaan we 1 afgeven. En schoppen gaan we ook 1 afgeven, want we hebben heer, vrouw, boer en we missen dus de aas. Dat betekent dat we 5 slagen gaan afgeven, dus 3 ruiten door Noord gaat 1 down. Ja, 1 down, dat is maar 50 afgeven. Dus als we nog 3 ruiten bieden, kost het ons 50 cent. Passen we op 3 klaveren, dan kost het ons 1,10 euro, als ik het even in geld uitdruk. Dus dat betekent dat als u nog 3 ruiten biedt, dat u er verstandig aan doet. Maar dat kunt u natuurlijk niet weten. En voor hetzelfde geld gaat u veel meer down en dan is het weer niet goed. De boodschap is, als u kunt volgen, moet u dat zeker doen, want u maakt het de tegenpartij ontzettend moeilijk. En het geheel wordt natuurlijk veel leuker. Oké, voor de volgende slide heb ik het handje van Zuid een beetje veranderd. Dus Noord en Oost heb ik hetzelfde gehouden. Laten we eens even kijken. Dus Noord heb ik hetzelfde gehouden. Die had 13 punten. Die kan 1 ruiten openen. Oost had die 11 punten met een mooie klaveren. Die kan 2 klaveren volgen. En nu wordt het nog veel vervelender voor Noord-Zuid. Want Zuid heeft maar 6 punten. En net zoveel punten als net. Maar heeft nu maar 2 kaarten ruiten. Hij heeft wel 4 kaart harten, 4 kaart schoppen. Maar die kan hij niet bieden, want dan moet hij al op 2 niveau gaan. En om op 2 niveau een nieuwe kleur te bieden, moet u minstens 10 punten hebben. En u weet het, nooit liegen om de punten. Dus dat betekent dat Zuid niks anders kan dan passen. Oké, dan komt West. Ja, die heeft nu geen steun, maar wel een mooie kaart. Maar weet niet dat partner er 6 heeft. Hij heeft er zelf maar 2. Dus die gaat ook passen. Ja, en dan komt Noord weer. Wat moet Noord nu? Die heeft 13 punten. Die kan toch moeilijk helemaal zelfstandig, zonder dat hij iets van zijn partner weet, een kleur bieden. Dus die gaat waarschijnlijk ook passen. En nu heeft Oost helemaal de overwinning behaald, want die mag 2 klaveren spelen. En eens even kijken, gaat hij dat halen? Dus 0 verliezers in klaveren. 1 verliezer in ruiten, 2 verliezers in harten en 1 in schoppen. Dat is geen enkel probleem. 2 klaveren plus 1 voor 50 plus
2 plus 1, 3 maal 20 is 110 punten. Geweldig! En dat met een heel eenvoudig volkbiedinkje. Oké, laten we voor deze video nog een laatste spelletje bekijken. Een spel 4 waarbij West dealer is. Oké, West kijkt naar zijn hand en ziet ik heb 13 punten. Het is een evenwichtige hand, maar te weinig om 1 sans te openen. Dus ik open met een kleur. En in dit geval heb ik 1 vierkaart, dus dat is verder geen probleem. Ik open met 1 ruiter. 1 ruiter. Oké, dan komt Noord. En Noord was net aan het tellen en die zegt, ja, ik heb 17 punten, dus ik ga fijn 1 sans openen. Maar nu is West voor zijn deur geweest met een opening. Betekent dat Noord eerst nog even extra moet controleren of hij wel opvang heeft in de geboden kleur door West. En dus sans blijft sans, alleen als extraatje moet je opvang hebben in de geboden kleur door de openaar. Nou, hij heeft heer, vrouw, 10 klein, dus dat is geen enkel probleem. Dus Noord biedt 1 sans. Ja, dan komt Oost, die heeft helemaal niks, dus die past. En nu komt Zuid. En Zuid zegt, fijn, mijn partner heeft 1 sans geopend. Vanaf nu negeren we de opening van West. We doen net of die niet meedoet aan tafel. En ik ga bieden wat ik normaal ook zou bieden na een sans opening. Dus ik ga me afvragen, hebben we de manche samen? Qua punten, zeker, hè, want we hebben er 10 hier in Zuid. Samen met de 15 punten van Noord is dat voldoende. En de tweede vraag was, hebben we een fit in een hoge kleur? Nou, dat zou kunnen, want Zuid heeft namelijk een vierkaart harten. Als Noord die ook heeft, dan gaan we fijn een hartencontract spelen. Dus wat gaan we doen? We gaan steenman toepassen. 2 klaveren, steenman. Partner, steenman. Partner, heb jij misschien een vierkaart in een hoge kleur? Oké, West past, die begrijpt dat er voor Oost-West niet veel meer aan te halen valt. En Noord antwoordt nu met 2 schoppen. Partner, jazeker, ik heb een vierkaart schoppen, maar geen vierkaart harten. Oost past en Zuid weet het nu wel. Ja, we hebben de manche. Nee, we hebben geen fit. Want ik heb geen vierkaart schoppen, dus die biedt de manche in sans. En vervolgens past daarop iedereen. Dus nu gaat Noord 3 sans spelen en hij is daarmee begonnen als volkbieding. Maar dat maakt dus verder niet uit. Oké, Noord-Oost mag starten. Die zal waarschijnlijk met een ruiter starten, hè, want partner heeft die geboden. En u ziet dat er voor Noord-Zuid weinig problemen zijn. Als we kijken naar de kaarten, dan heeft Noord-Zuid 3 schoppen slagen. Zodra schoppen aas eruit is, heeft hij heer, boer, vrouw. Hij heeft in ieder geval 2 harten slagen. En denkt u eraan dat u die speelt van Zuid richting Noord, zodat u de heer kan vangen. Hij heeft 2 ruiten slagen, zeker. He, omdat ja, bij West moet ruiten aanzitten. En de klaveres heeft hij ook in ieder geval 3. Dus dat zal geen enkel probleem zijn. We halen 3 sans plus 1 minstens. Het is een prima volkbieding waarna Noord-Zuid in feite de bieding overgenomen hebben van Oost-West. In de volgende video zullen we nog een paar volledige spellen met volkbiedingen laten zien. Tot dan!